Mooi hè? Bootje varen. Alles is mogelijk, jongen, op Moerdijk. Alles is mogelijk. Vijf jaar terug rommelde het, nou stormde het misschien wel. En in samen met bewoners, gemeente, de buren van het havenbedrijf, hebben de schouders eronder gezet en hebben Moerdijk weer op de kaart gezet met mooie en leuke dingen. Moerdijk krabbelt weer op. Moerdijk bruist en Moerdijk gaat leven. We gaan lopen. Ik neem je mee. De rietkragen wapperen in de wind. Jan, ja, we kijken nou naar een stuk bos, maar eigenlijk direct achter die bomen staan de schoorstenen, koeltorens en de andere dingen van de industrie. Ja, dat zijn onze buren. Alleen onze buren die hebben destijds toen ze hier begonnen zijn ook gezegd, joh, er moet ook groen zijn. Nou, Moerdijk aan zee? Ja. La Plage de Moerdijk, hè? Ja, precies. Want daar kijken we zo naar Zuid-Holland. Maar achter jou zie ik ook een grote hijskraan. Wat me aangeeft hoe dicht het bedrijventerrein eigenlijk op het dorpje zit. Ja, nee, maar je hoort wel de oase van rust die we hebben. Ondanks dat het bedrijventerrein er is. Je ziet daar een kraan staan. Maar als je zo hier over de rivier kijkt, ja, is dit gewoon een prachtig stukje Moerdijk. Nu zie ik daar een binnenvaartschip liggen. En een klacht was dat heel veel binnenvaartschepen hier nog zaten te ontluchten, lagen te ontluchten van de lading. En dat veroorzaakte stank. Dat is achter de rug. Ja, ik moet zeggen dat daar burgemeester Kleijs een heel groot aandeel in heeft gehad. Die heeft zich daar keihard voor gemaakt. Het moest stoppen. Mensen werden er ook een beetje onpasselijk van de lucht. Ja, benzeen, hè? Benzeen was dat met name. En hij heeft dat kordaat aangepakt in samenspraak met de rivierpolitie, de omliggende dingen. En het is weg. Mooi hè, bootje varen. Alles is mogelijk, jongen, op Moerdijk. Alles is mogelijk. We lopen nu zeg maar de kerk binnen, maar geen altaar. Nee, een sportveldje. Een multifunctioneel sportscourt. Waarin je dus twee pannenveldjes over de breedte hebt. Een langwerpig veld waar je dus 3-3 kan spelen. Maar ook met baskets eraan, dat je kan basketballen. Mensen kunnen koersballen. En als we dan verder doorlopen, dan komen we bij de speeltuin. Die we hebben mede kunnen financieren door de actie Samen Spelen, Samen Sterk. Om een speeltuin ook te maken voor valide en minder valide kinderen. Ja, ik ben zo trots als een pauw dat we dat gewoon met iedereen en zeker nu het meer gestalte krijgt, is iedereen enthousiast. Van de gemeente, onze buren van het industrie- en havenbedrijf. Ik heb eigenlijk geen negatieve klanken gehoord en daar ben ik eigenlijk als Moerdijker super trots op dat we dit met z'n allen hebben kunnen regelen.